Schnuck. Hier is allemaal, hè? Ja. Nee, ja. Ja, dat kan niet. Ja, altijd. Ja, heb ik ook weer vandaag een heleboel het licht. Een ketting die. Ja, ze is niet van graag. Ik zeg van, ze had er niks voor. Maar dat vond ik mooi. Ja, ga ik doen. Laat ik de echte telefoon nu even bij jou liggen? Ja, is goed. Dan maak ik die. Is top. Wil je er een microfoon bij? Maar verder is het in Almelo niet mooi. Nee. Ja, misschien is het toch wel leuk voor Almelo op dat. Misschien wel, ja. Dan zou het best wel met microfoon kunnen. Ja. Nou, gaan we zo meteen even bij de tweede. Ja, ga ik even vragen of dat mogelijk is. Ja, want dan kan Almelo ook een beetje doorlaten. Als ze niet komen, als ze klaar zijn. Ja.
bedoel, dan kan Hester of Bart kan zo even het papier meenemen wat ze hebben opgeschreven, ja. Eventueel. En dit zijn eerste, dit zijn derdejaars? Tweedejaars. Ja, we hebben nu muziek allemaal een keuzedeel schatterij. Ja. Ja, dat kan wel zijn bij de hand. Ik denk dat ze allemaal. Niet allemaal, maar twee en derdejaars wel. Dus dan blijven de eerste en zo. Even. Zie je die deur erin en eruit? Zie je die kant? Dan gaat ook die deur erin. Ja, we lopen eigenlijk een heel mooi prijs. Ja. Ja. Ja, dat gaat volgende keer microfoon. Gaat volgende keer door microfoon. Dan kan het wel. Oh, dan doen we dat wel. Ik bedoel, dan kunnen ze toch met praten ook wel even hier iets dichterbij gaan staan. Ja, dat doen we wel hier. Dan hoeven ze niet de microfoon te gebruiken. Dan. Dat is natuurlijk wel leuk. Hè? Dat is iets wat ze kunnen jou goed of meest zien, kunnen ze jou goed horen. Ja. 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 Dus het eerste team hier in de baan gehad bij de exterieurbeoordeling en het voorbrengen. Nou dames, we hopen dat jullie wat gehad hebben aan de feedback. Dat zal vast goed komen. En dan gaan we ons opmaken voor het tweede team. En dat zijn Veerle Bartnitschok en Laura Lam. En zij brengen hiervoor Twister. Dan even die richting. Oh ja, oké, okay, met de ja. Maar dat zal zo even. Volgens zijn Veerle en Laura met ja mensen, en daar zien we dus Twister binnenkomen. Twister wordt hier voorgebracht door Veerle Bartnitschok en Laura Lam. En ze komen uit voor het team, het feestteam. Het zijn derdejaars studenten hier aan het Zonecollege. Stappen.
Jullie mogen het paard overnemen en dan kunnen jullie worden. Stel hem even op naar de andere kant. Ja, stop. Het is altijd even. Ja, het gaat wel goed als vorig jaar al. Ja, dat ga ik daarna beter vinden. Ja, ja. Ja, is dat. Het is toch een jelling of gewoon een leuke dag? Ja, het is op zich wel fijn dat je eigenlijk toch wel altijd met hetzelfde team bent. Ja, maar dat geeft ons een beetje, dan weet je wat je van een kijker verwacht. Ja. Je kunt elke keer wel iemand anders vragen, met zo'n secretariat of zo, maar dat is helemaal niet handig. Je moet gewoon een beetje vaste mensen hebben die het leuk vinden en het willen doen. Ja, en dat is ook zo, want ik wil niet iedereen zit erop te wachten. Ja. Het is lang boeken, hè. Nee, maar ik bedoel, daarbij gewoon op elkaar ingespeeld, dan weet je wat je moet doen, wat je taak is. Het eerste jaar, toen ik in de boxie zat. Nee, maar dat iedereen is. Ja, wat je weet. Ja. In maart of wanneer? Ja, maart bij de dressuur. Ja. Dus, leuk dan. Ook nog een keer geweest. Maar zo'n keer wel op uitdaging, maar een keer wat anders. Als ze zegt ook, ga het gewoon proberen en geef het van beide kanten. Dan hoop ik dat ze vaak een beroep op jou kunnen doen. Leuk. Dus, we zien daar nog een keer. Precies, weer wat anders. Dan word je ook eens een keer andere mensen, want hier kent iedereen wel. Ja, dat is niet nieuws en jij kent iedereen. Ja, daarom. Ja, dat is ook leuk. Maar zo een andere jury, hè? Dus dat is wel positief. Elk jaar een andere jury, maar dat vind ik ook wel. Maar dat is daarom. Maar dan moet we eigenlijk even gewoon van overleggen volgend jaar. Dat we gewoon zwijgend lijks paden aanleveren. En gewoon zeggen, oké, jij bent eerste jaar, oké, jij krijgt een braver, jij bent een handige. Dus die vindt het wel een stapje over. Maar goed, dat is wel een goede, ga ik opschrijven. Gewoon lijks paden aanleveren. Ik heb dit jaar niks geregeld, ik ben nu aanwezig. Ik heb maar een beetje meer spektakel. Ja, maar dat kan dan. Ik wil hem wel indelen. Nee, absoluut, dat moet. Jij wel mooi, hè? Ik heb een trek mee gezet. Ik heb laat nog een beetje. Nee, dat is ook een beetje. Ietsjes. Ik wil je de man staan hier. Ik wil zeggen, het is daar zit een man. Ik zeg het helemaal niet over die niks kan betreffen, maar ik kom maar het niet. Ja, dan doen we de balletje even iets naar links trekken, dan heet het ook al 4000. Ja, dat is tegen de buurt, ja. En als je aan die kant staat, is dat mooi, want die kant nog staat. Dan zie je in één keer, staat die stapje op. Michael. Oh ja. Michael is wedstrijdcommissie. Hoe is dat de wedstrijdcommissie? Je moet een beetje aan het werk zijn, want dat kan niet uit. Nee, daarom. Dat goed. Ja, zeg maar waar je wat eerder zegt, tussen de middag, dan wordt het geregeld. Ja. We kunnen in december of zo al over. Ik ben met heel weinig tevreden. Ja, dat is zo.
vanaf 4 uur. Richting de microfoon open. Jullie allemaal een groepje. Graag jullie toelichten. Nou, als goed ervaren, leuk om te doen. Ja. Waar vonden jullie het van? Van het paard. Een veel vrij gemiddeld, over het algemeen. Het is niet dat hij ergens heel erg in afwijkt. Dat hij vrij hoge versen heeft en hij is iets tot een tweede. En ik vind hem even gelijken met zijn lichaam en zijn hoofd, vind ik zijn hals een beetje aan de korte kant. En hij is iets wat hoog geschoft, maar ook niet extreem. Ja. De ligging van de schouder daarbij bij de schofthoofd? Die vind ik vrij sterk. En wat is toon 2? Toon 2 is dat een beetje. Ja, dat is een beetje extreem, maar. De toon 2 is. Frans is. Oh, dat is ja. Okay. En die versen, zijn die beide even hoog? Volgens mij niet. En doe dat nu nog eens even anders? Nee, dat is ja.
zal vrij moeilijk te beoordelen. Daarom doe ik normaal ook altijd op straat eigenlijk. Ja. Ah, oké, ik moet hier verder niks te doen. Dus. Zijn ze beide even hoog of niet? Dan zou ik zeggen dat deze iets hoger is. Ja, dat is wel iets minimaal verschillend. Maar het is wel acceptabel. Ja. Oké. Bedankt. Top. Ja? Succes ermee. Dankjewel. Nou, Veerle, Laura, dankjewel voor het voorbrengen. Succes verder vanmiddag. Dankjewel. Ja. En dan gaan we dus zo dadelijk alweer verder met het derde team. En dat zijn eerstejaarsstudenten die we nu gaan krijgen. Kiki ten Wolde en Chiara de Vries. Ook zij brengen hetzelfde paard voor, namelijk Twister. Uw aandacht voor Kiki ten Wolde, Chiara de Vries. Ik heb een aanpassing. Het is Brit van der Hoog in plaats van. Oh, ik moet Brit van der Hoog. Brit van der Hoog? Ja, inderdaad. Jullie mogen het paard overnemen, dan kunnen jullie in de linie gaan sporen. Stel hem maar weer even op met je hoofd naar die kant, ja? Ja, ik ben niet aan het verhaal.
benen. Dus die twee voordelen. Ja. Dat is nou, is het gelukt? Ja? Oké. Okay. En dat ging vanzelf? Nou, de laatste toen zij wegkwam, wegging het sneeuw, had een beetje van nou, ik hoop dat het wel kwam. En toen hij een beetje terug. Ja. Kijk, en toen was de aanjaagster, die was eigenlijk al ietsjes te voor. Die is straks over. Dan was het mooi als hij nog achter was geweest, dat hij ietsjes bij had kunnen begeleiden. Ja, en hierbij dus stilte het een beetje. En hoe vond je het opstel? Hoe stond hij? Ja, hij stond wel goed. Ja? Alleen niet goed. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste punt, hè? Ja. Dat ze op vier benen staan. Ja, boven, gezamen en achterbenen. Nee, de achterbenen moeten dan zo staan, maar er moeten wel op vier benen staan. Ja, het mooiste is dat hij dan open staat, weet je wel, dat je er eigenlijk zo in kijkt. Dat de voorste benen. Dat je alles van de benen zou zien. Inderdaad, ja. Dan kun je het best beoordelen alles. Ja. En dan mag je, wat wij dan mee willen geven is, jullie zijn iets meer met ons bezig eigenlijk dan met het paard. Weet je wel? Dus je moet echt zorgen dat wij, of dat jullie dat paard netjes opstellen. Dat je focust met het paard. Nou is dit een heel, met respect, een paard met veel ervaring. Die staat wel rustig, maar als je een jong paard is, dan moet je ook een paard.
Maar je moet het zo voordelig mogelijk opstellen. Dus je moet kijken van nou, wat is een positieve punt of wat is een minste punt. En probeer dat te verdoezelen. Dus je moet eigenlijk van vooral weten van hoe is mijn paard en hoe kan ik me het beste voorstellen. Dus je moet ook echt naar je paard kijken. Want zuren die zie je wel even of je kijkt of niet, maar... Dan hoef je verder geen aandacht te geven. Het is wel spannend dat hij er is. Ja. En wat vind je van het paard? Van kenmerken? Nou, hij is best wel een hoop gevonden. Ja. Je hebt alles in het gemiddelde gestaan? Ja. En waar vond je van die benen? Bij de koosnet, jongen. Van de kogel naar de grond toe? Verse. Ja. Of? Ja, dat, ja. Van de hoeven? Ja. Van de hoekbal naar de grond. Een stukje verse, ja. Vind je? Dat vind ik wel hoog. En even hoog? Of? En wat vind je van het stand van achterbeen? Ja, best recht. Ja. Zou het versterkt kunnen worden, denk je? Oké, dankjewel. Succes. Ja, we hebben dus gekeken naar het voorbeen van Twisten. Kiki Tirolde, Britt van der Houwe, dankjewel voor het opstellen en het voorbrengen. En we wensen jullie ook veel succes verder vandaag. Gaan we door met team 4. En dat zijn eerstejaars studenten. Ze brengen hiervoor, ja het klinkt heel grappig, maar ze brengen hiervoor de 13-jarige opa. En die wordt voorgesteld door Nienke Kutter en Dot van der Veen.
Zeg je? Tee. Zeg ik hem vrij? Twee koffie, twee thee. Dat is Mon, wie krijg je? Monty. Monty, ja, Monty. Monty is van 90, maar is het 23? Oh echt? Dan zie je van de manege van Jolanda. Oh, okay. Ja, ik dacht dat het 23 was, dat hij van 8. Dat hij van 95 is ofzo? Wacht even. Zou die 24? Ja, 95, 96, maar wel in ieder geval, hij is al 20 gepasseerd. Ja. 20 plussen. Ja. Ja. Maar dat is een positief man op afstellen. Als je nog één terug, dan heb je voor wel ergens. Ja. Ja, dankjewel. Ja, en die Bruno, die hebben we nog niet gehad. Ja, Bruno. Ja, ja. Ja, ik zie hier het aan. Ja, ja, ja. Dat zou je volgen ook al. Ja, die moet ik gewoon toch een stukje terug. Maar dan moet gewoon toch een ander doen. Ik kan dan ook voelen om zelf een lijstpaar aan te nemen. En dan op de dag zelf gewoon zeggen, jij kunt die. Of wil een dag van tevoren, ja. Ze moeten hem natuurlijk klaarmaken. Ja, ja. En dan weet je wat ze nu willen. Of een week van tevoren, dan kunnen ze een keer zien. Oefenen. Ja, en dan zie je gewoon weer zijn ik met haar paard en niet allemaal eigen keuze. Maar wel zo leuk. Ja. Is voor jullie denk ik ook leuk, want dan krijgen ze elke keer toch een ander paard. En als je eigen paard meer neemt, is prima, want dat maakt ook niks uit. Nee. Dus ook een ander paard. Ja. Ja. Ik heb hier een kutje voor de incubatie. Ja. Ik ga wel. Oh, ze doet op zich wel leuk, hè? Ja. Ja, ik wel. Ik vind het is een zwaar iets is naar gedempeld, vind ik. Ja, precies. Vorig jaar gaan ja, en zo heeft ze natuurlijk ook gedaan, maar die is gewoon iets lager rempeld. Niet zo, ja. Iets minder officieel. Ja, iets minder staan. Ja. Vorig jaar had jij van de springers allemaal iets, in, iets op papier staan, hè? Ja. Dat wouden ze ook, maar ik weet niet of dat gebeurd is. Ik zou dat zeggen. Nee, ik geloof dat niet. Ik heb de bonds al allemaal ingeschreven. Dus dat is al wel klaar. Dus dan moet je alleen nog maar... Ja, hun volgens mij nu ook weer gedaan. Maar ik heb niks gezegd, want ik kreeg zo straks... Ja, maar Slot had het net al nodig. Want die moet alles in de computer inbrengen. En ze hebben niks klaar. Ja, hadden ze klaar, maar thuis wel niet. Ja. Ja, maar dat bedoel ik, dan moet je het ochtends als eerste gelijk klaarmaken. En niet naar de andere kant gaan kijken. Nee, maar ze was helemaal bezig. Ja, ik zei, nou, ik zit er boven al gekeken. Met z'n tweeën. Dus. Een beetje spiegelkoekst. Ja, dit is wel leuk. Dan kunnen ze dan nog wat regelen. Ja, maar kunnen ze nog wat regelen. Ja, zodat we niet alles invoeren om dat allemaal te doen. Ja, dat zijn ze.
heel veel type in de instrument te krijgen. Waarom? Want dan moet ik niet langer. Kijk, en dan heb je dat druivenbal gekregen, ze staan op heel veel namen kunnen. Ja, ik weet niet, kijk, nou heb je alweer dat het weer gewisseld was. Ik had het zelfs iets al een stukje over lust en buiten gevraagd over Bas. En toen zei Jos van, ik stuur jou eraan. Ik heb de student zelf ook gedaan. Ja, ik heb dat volgens mij ook al. Ja. Ja, ik vond het ontzettend heel leuk. Zou je misschien iets hier dichter bij de band kunnen doen en jullie dan weer beoordelen? Dan kunnen we dat voorzoek weten. Ik wil even iets weten dat we in het dagelijks leven doen. Krijg je zo dagen met je groepje als iets meer richting de microfoon gaat, dan krijg je uit. Ja? Ja. Jullie er allemaal bij zijn als Jules hierin komt, jij ook mag wel bijkomen. Leuk om je eigen paard te presenteren? Jawel. Ja? Ja. Oké. Goed zo. Je kent hem natuurlijk door en door. Ja. Dus vertel er eens wat over. Nou, hij is, ik dacht dat hij juist het rustigste was van allemaal, maar dat was dus niet. En hij is voor de rest heel braaf met alles. Hij is heel rustig. Hij is bang voor andere paarden, dus dat is wel een dingetje. En zijn exterieur? Ja. Nou, dat is een 7,5 gegeven. Want ja, hij is groot, maar hij heeft wel breed, dikkere benen en zo. Maar het past allemaal wel bij zijn lichaam, want hij is zelf ook wel groot en stevig. Ja. En hier heb je dan die bovenbalk en heb je gemiddeld en dan, hoe heet dat, naar links en naar rechts. Heb je nog heel iets afwijkends of niet? Wat? Bij wat? Ja, bij iets. Zeg maar, bij het scoreformulier. Heb je alles in het gemiddelde gehouden of heb je ook iets naar... Ja, we hebben ook wat verschillende. Oké, wat viel duidelijk op dan?
Ja, bij best wel veel hebben we. Ja, we hebben wel dat hij brede hoeven heeft, dat sowieso. Oké. Okay. Bredere, zeg maar. Ja, maar dat past wel. We hebben er nog wel bij geschreven dat het wel bij hem past. Je vindt ze ongelijk? Nee. Qua breedte? Oké. Okay. Maar je zei, ik vind ze breder. Gewoon breder dan gemiddeld, zeg maar. Oké. Okay. Ze past eigenlijk wel heel goed bij het paard. Ja, dat hebben we ook. Dat is een mooie voet, hè? Ja. En verder? Aan de stevige kant zijn, maar dat het wel past bij. Ja, het is grof en gewicht. Ja. En wat was nog meer zien bij zijn rug te hoog? Van de rug van de vierkant? Ja. En zijn rug was strak. Van de vierkant, waar vind je de vierkant? Ja, als je zeg maar doorkijkt, dan vinden wij dat een beetje. Of als je juist, waar de vierkant? Ja. Ja. Als je meer vierkant is, dan gewoon. Maar je vindt dat die even hoog is als dat die lang is? Ja. Vader van bepaalde lengte. Ja, dat vinden wij wel. Er staat wel een voldoende bodem. Ja, dat is het. En jullie hebben er netjes uitzien. Ja, zonder meer. Ja, dat vonden we een heel duidelijk pluspunt. Hij ziet er keurig uit, netjes getwaald en goed in de vak. Jullie waren zelf een beetje onzeker. En je liet hem ook wat slingeren. Eenmaal proberen het paard zo voordelig mogelijk aan ons te presenteren van dit is mijn paard, het is een mooi paard, dus laat zien. En dus proberen we ook zo voordelig mogelijk op te stellen. Om het mooi in het midden, met zijn hoofd een mooie lengte brengen. En dan is het begeleiden daarbij heel belangrijk dat hij in de juiste positie staat en dat hij ook mooi actief is. Dus met name in het wegdraven ook nog proberen iets actiefs te houden. Ja, dat heb ik echt van de buurtman van de bank voor steden. Oké. Ja. Ja, ik vind het wel heel voorzichtig. Ja. Maar je hebt hele goede voorbrengsten, dus... Ik kan hem houden. Ja. En hadden we daar nog een opmerking? Nee, dat is de nieuwsgierigheid, alleen de rijbroek was een minpuntje. Verder was het zonder meer. Dankjewel. Ja? Succes. Dankjewel. Oké. Okay. Link en Lot, dankjewel voor het voorbrengen van jullie paard. Succes verder vanmiddag. En dan gaan we door met het volgende team. Ze staan al klein. We gaan kijken naar het team van Sanne Adams en Roos van der Linden. Zij brengen de 25-jarige Monty hiervoor. En Sanne en Roos die zijn lid van het team De Vliegende Zandappers. Dit is natuurlijk leuk, want ook de mensen in Almelo die kijken mee. We zijn hier verbonden via een livestream met Almelo. Livestream van Arnoud Mol. En Almelo die kan dus ook meekijken wat hier zoal gebeurt bij de praktijklocatie van de opleiding paardenhouderij van het Zonnecollege. Juryleden die we hier hebben voor de beoordeling van het exterieur en het voorbrengen, dat zijn Hester Klompmaker en Bart Blauwgeers. Mag ik ook de andere kant van het paard nog even beoordelen? Ja.
iemand van stap af. Dames? Jullie moeten wel draad. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Oh, nee, stap en draad, ja. En die duikt heel veel. Oké. Dus dan heb je toch al een iets andere. Ja. En die vond ik dat toen ook heel leuk weer. Ja. Ja, vorig jaar net als je zei, was het net iets, ja, iets meer op. Ja, dat je zegt van iets. Ja, dat maakt voor ons niet zo. Maar voor Nederland is het ja, net een. Ja. Of iets in de rempel. Ja. Ja, dat is gewoon het gemoedelijke. Ik ben voor het eerste jaar weer niet meer. Dus als ik van de opgedeelte volgend jaar achterstel is voor. Nee. En dat is wel positief, zo wat doen we nu. Ja. Ik heb het gezien dat deze wel ouder is, hè? Mm-hmm. Ja, Monty maakt het niet leuk. Klopt, met Jolanda en Leg, die kinderen van 3, 4, 5 jaar. Dus. Ja, ik zag net een prachtig van een beetje van regelmatig. Dat is ook eigenlijk niet vaak, dat is wel niet leuk. Maar hij komt als eind ook nog een keer. Ja. Ja, daarom een beetje, ja, beetje duren. Ja, ja. 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 Dit is natuurlijk een moeilijk woord. Ja. 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 En zoals zo'n twist in het begin heb ik wel niet soms nodig dat gaat. Ja, ik ben wel wat ouder, maar dan wil ik kijken. Daar kijk je iets anders op. Ja, dit is ik krijg op zich dat het ook al paard is. Ja. Ja, dat is je best wel gaan. Ik heb er nog wel wat werk in de zitten. Ik stond dat ze het helemaal vindt, dat ze ja, niet afstand hadden. Ja, ze zijn allemaal gek van, hoor. Ja. Nee, maar ik heb nog goed kunnen rijden, maar hij draait en hij hukkelt ook nog. Ik weet niet of hij en de les brengt ook nog wel een hukkeltje. Ja, niet de hoofd van hem heen, maar hij doet hem nog. Maar oké, hij doet het wel. En als je dan kan, dan doet het wel. Het is wel een groot woord. Ja, dat is wel een groot woord. Bij ons in ja, het is geen zuivere fris, maar het is wel een groot woord. Ja, ze doet verder niet zoveel meer, maar het is perfect mee. En, ja, worstelen, andere woorden niet wandelen. Je ziet er zo vaak door kinderen nog wel, die zetten er dan nog iets op. Dus, ja. En die is ook een goud aan zo'n lastig hoesmiet komen. En dat kan gewoon erbij zitten in ons op grasveld zetten. Een beentje en dan blijft hij en ook als je hem binnenhaalt, ik bedoel, dan hij loopt gewoon met de andere merries in de ja. En dan gaat hij binnen, maar ik doe gewoon nooit aan het hout te doen. Weer precies aangesteld. Ja.
Ja, alleen dat je weet dat ze toch allemaal iets minder gaat zien, iets minder hoort van. Ja, als ik hier in de stief van, waar is mijn stal nog zo? En dan zie je als ik wil kijken, dan ik al een keer, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Dus als ze dan, ja. Ja, maar rustig, hè? Ja, dat is natuurlijk, maar het is dan opeens die gek niet. Dan zal ik een paar jaar als in het gebied doen. Ja. Nee, deze kan ik echt een top zorg. Ja. Dan heb ik wat anders. Ja. Liever verder nog niet gaan stappen naar daar. Je mag wel een keer bij zijn. Zijn we klaar? Ja. Je mag even hier. Ja, ik zit even. Ja, helemaal goed. Zo. Even lachen naar de camera. Ja, dat hoeft niet. Echt. Ja, anders dan denken ze in anderen dat jullie het niet leuk vinden. Dat is wel een leuk. Nou, dit is een bekende van stal voor jullie. Ja. Dit paard? Ja. Oh, oké. Okay. Dus je kent hem ook wel aardig goed. Vertel er eens iets over. Nou, hij is best aan de oude kant, 25. Met alle respect natuurlijk. Ja. Hij doet altijd heel goed zijn best voor mij. Ik wil altijd goed werken. Mm-hmm. Dat is wel fijn natuurlijk. Ja. Ja. Zijn er opvallende kenmerken? Aan zijn uiterlijk zeg maar. Ja. Ja, daar achter is heel erg goed te trekken. Ja. Maar dat is eigenlijk iets van buitenaf, hè? Ja. Maar qua exterieur. Qua exterieur, gewoon het heel erg. Had je alles in het gemiddelde of had je ook bepaalde dingen buiten het gemiddelde aangekruist? Ik dacht dat er ook beter was. En wat dat is aanwijzen? En dat is week? Ja, dit is week, vind ik wel. Ja, weinig bespiering zo langs de schoft. Ja. Een beetje ouder dan. Net zijn de lissen hebben meegenomen. Ja, rug ietsjes week en de lenderen, mondje. Iets strak of iets week? De lenderen? Ja, iets strak. Ja, het ligt wel iets strak op, ja. En wat vond je van de beenstand verder? Ja, dit heel, hoe noem je dat? Versionen. Mm-hmm. Heel laag of weinig vers, iets ondergeschoven versen. Ja. Wat vind je van de coachstand? Wat is de coach? Mogen wij hier ook allemaal? Ja hoor, nou, oh, dat is vrij stijl. Ja wel hè? Ja. Ja. En mooier was het dan eigenlijk geweest, want verder wil jullie paard wel netjes uitzien. Jullie zien er trouwens zelf ook netjes uit, want van rijboek naar en dan iets minder. Ja. Maar het mooie was geweest als die kootholders uit waren geschoren. Dan kun je dat ook iets beter beoordelen. Ja. En het schouder? Stijl. Ja, en de bespiering van de hals?
Best arm. Ja, best arm. Ja. En wat vind je van de vorm van de hals, de lengte van de hals? Ja, ik vind hem best wel een lange hals, maar valt ook nog wel best wel mee. Ik vind hem lang, maar valt ook best wel mee, ja. Lekker. Een halve fractie lang, ja, iets arm bespierd. Ja. Dus iets week in de rug en strak in de lenden en de kruis. Ja. Ja, anders wel niet. De stand van het achterbeen. Ja. Ja? En voor het voorbereiden goed samen of niet? Samen? Ja. Ja? Ja. Oké. Ja. Want wat had dan beter gekund? Ja, gewoon meer. Op zich ging het wel prima. Positief. Ja. Wij vonden het ook wel net. Je bent net als tegenkomen. Een bepaalde rust. Maar je zegt, we hadden iets mee mogen oefenen, want dan. Ja, dan hadden we alles beter kunnen, vind ik. Okay. In de vorm van? Opstellen en ja. Gewoon het wat beter. Nou, maar het was best netjes, hè? Ja. Ja. Helemaal gelukkig. Maar oefenen is altijd goed. Ja. 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 Nou, goed. Ja. Dankjewel. Dank. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Nou dames, dit was toch hele mooie feedback dat jullie kregen. Sanne, Aros, Roos van der Linden, dankjewel en succes met jullie team verder vanmiddag. Voor de pauze gaan we nu kijken naar het laatste team. En dat, dat zijn derdejaars studenten. Ze komen uit onder de naam Team IJsklontje. We gaan kijken naar Tara op de Weg en Kayla Wagelmans. Ze gaan voorbrengen Bruno. Thank you.
volg die kant. Thank you.
Nou, een plus voor het voorbrengen. Nou, die jullie goed gedaan. Ja. Ja, serieus gedaan. Ook leuk om te doen, of niet? Ja, ik vind een paar wel presenteren. Ja. Ja. Ik zou niet mijn werk van willen maken, maar ik vind het wel leuk om zo'n keer te doen. Ja, oké. Okay. En wat voor paard heb je laten zien aan ons? Een paard. En mijn paard. Eigenlijk wordt een superpaard, maar dat is toch super. Ja, ik vond het ook mooi dat jullie zeiden van wat de afstamming was, hoe oud dat hij was, dat jullie hem echt even presenteerden. Dat was goed, dat was positief. Okay. Ja. Wat zijn opvallende kenmerken? Dat hij haarkleur heeft, dat viel ons allemaal op. En verder ja, het is natuurlijk ook een beetje hoe die staat, maar op het algemeen vind ik wel dat hij iets neerwaarts gebouwd is. Maar dat is natuurlijk ook weer de kunst van jullie om dat zo optimaal mogelijk te doen. En dat klopt hier wel inderdaad, want het is echt wel ietsjes zo. Maar ietsjes neerwaarts, ja, inderdaad. En verder, als je me even snel zou beschrijven, wat vind je ervan? Ik vind qua bouw, ja, toen heb ik nog wel een paar meter. Ik heb het qua bouw wel een sportpaard. Ja. En past het een beetje bij elkaar, het paard, of zijn er echt dingen die afwijken? Ik vind qua verhoudingen dat het wel aardig bij elkaar past, zeg maar. Halslengte? Ik vind het een lengte als hij in de aanleiding loopt, zeg maar, vind ik hem wel iets kort. Oké. Okay. En heeft u een onderhals of geen onderhals? Wel iets onderhals, maar ik vind het niet extreem genoeg om zeg maar, de boys onderhals aan te... Nu staat hij inderdaad zo met een onderhals, maar als, hij kan hem wel heel makkelijk laten zakken. Het stoort niet inderdaad, maar hij heeft wel iets onderhals. En het fundament? Ik weet het ook, moet ik samen? Ja. Hij wil iets voor zich winnen, maar ja, hij is natuurlijk wel 19. Mm-hmm. Ja, rechts vind ik kort. De versie vind je kort? Ja, ja. Ik laag. Ja, laag. Ja? Ondergeschoven? Ja. Ja. En de kootstand? Wat vind je van de kootstand? Ja, ik vind hem wel iets stijl. Iets stijl. Ik zit lang in de rug. Ja. En ook ietsjes zo.
persoonlijk in de rug ja, zijn gespieren. Het zal mede door zijn leeftijd komen. Ja. Ja. Goed, niet zo. Ja, als we dat echt als een machine van 8 jaar paas niet geordend van 12 gaan kijken of we nu niet. Ja, maar dat je het ook weet. Dus daar heb ik niet extreem oordeel voor van strak in de rug of dingen. Dan hebben we wel rekening mee voor. Oké. Heel goed. Dat was dat. Dank. Nou, dat was dus een super mooi resultaat. Mooi gedaan, Tara en Kayla, Bruno en dit team, het IJzerklontjesteam. Succes verder! We gaan hier nu in Enschede dus even pauzeren tot 3:15 en dan gaan we hier in deze inrijhal gaan we dus verder met het beoordelen van het exterieur en het voorbrengen. Juryleden hier zijn Hester Kopmaker en Bart Blauwgeers. Nu dus even vanuit Enschede een korte pauze, 3:15, dan zijn we bij u terug.
We'll be right back.
1955. Er zit een kwartiertje tussen. Ja. Oh, inderdaad. Dus ik weet niet of die zo kwart zijn. Nee. Nou ja, anders moet ik even, even wachten. Ja, inderdaad. En hier hebben we het weer, nog een keer, 16 uur 15. Ja. Nou, dat gaan we niet doen. Nog zo die kan dan. Ik denk dat we met de kennisquiz gaan, maar Jens is klaar dan weer. Als we zo uitkomen, dan zou Jos het even door. Oké. Dus we willen in ieder geval die drie wel een routine worden. Ja. En dan moeten we dan nu even kijken. Ja, en anders gaan we pas met een map langs elkaar. Oké. Ja, dat is daar. Ja. Ja. Nou, ik zat zo verder te kijken, ik denk, ja, nog een keer. Misschien dat deze net iets uitlopen. Dus om 3 uur, dan valt het niet mee. Oké, nou. Ja, ik wou net zeggen, dan zijn we ook wat beoordelen. Dan had ik nog iets meer gehad. Die andere drie schat maar wel.
die kant op lopen en dan kijken. Ja. Ik heb graag een staan en lachen voor de camera. Nee, blijf maar een beetje hier staan, dan neemt de camera het ook op. Geluid. Dat vindt allemaal wel niks. Nee. Ja, dat doet hij aan. Zo, nou. Vertel eens wat valt op de baan. Nou dames, dit was toch mooie feedback wat jullie hebben gekregen. We wensen jullie ook veel succes vanmiddag met het verdere programma. Esmee de Vries en Laura Spit van Team Girlpower. Ja. Oh, oké. Okay.
Jullie zijn daar bij Marjolein en Anouk? Ja. Dat is van die... Ja. Die hebben jullie altijd gezien. Ja. Oké, okay, maak een stap uiteraard. Ze zijn allemaal iets van elkaar. Ik heb het allemaal opgeschreven, maar ik kan denk ik niet meer. Oh, we hebben nu... Oh, Marjolein Kuijer en Annie Hendricks. Ik heb het daar al opgeschreven, maar ik denk niet dat het goed is. Maar ik kan... Oh, ik denk het wel. Ja? Ik ga dat ongeveer uit. Tijden heb ik erbij gezet. Ja. Iets geschreven. We kijken dus, dames en heren, hier nu in Manege het Twentseveld in Enschede naar, naar de exterieurbeoordeling en het voorbrengen. We hebben nu het team Marjolein Kuijer en Anouk Hendricks in de piste. En we kijken naar Sonto. Dit zijn tweedejaars studenten. Op Humo? Ja, dat hebben ze net ook. Ik weet ook niet of het een kleur of een man is. Ik denk maar nog, maar dat zie ik wel als ze binnenkomen. Ja, okay. Help me even wennen bij de klanten. De 16:30. Kijk, Kavi en Marijn. Ja. Die hebben geweld met deze man. Ja, oké. Okay. Dus die bij van de motor in 16:30. Nou, dan ga je zometeen dus verder met de zon. Ja, deze zijn nu, hè? Maar ja, die heb ik niet gehad dan. Ja. Maar ik heb ze hier ook al volgende liggen. Oké. Okay. Dus ja. Ja, goed. Nog vier. Ja. Vijf. Ja. Mm-hmm. Ja, we zijn 4:30 klaar. Dat heb je op half vijf. Ja, ik kom een half uurtje eerder uit als het erop stond. Ja. Nee, het is ook, maar we zijn 4:30 klaar. Dus we zijn 4:30 klaar, dan weet je dat.
Ja. En het springen begint om? Ja, maar als iedereen wil eten en klaarmaken. Nee. En een beetje van de vorige. Ja. Nee, want die overdag duurt tot 9 uur officieel. Ja. Nee, is goed. Je wordt wel even helpen, maar ik had al zoiets met PvdA ja. Voeren, dus ja. Ja, ik wil als ze er zijn, wil ik graag even weten naar ja. Op paard. Ze staan daar onderhoek. Oh, ze zijn er wel? Ja, als het goed is wel Michelle en Sanne. Hallo. Thank you.
Marjolein en Anouk voor het voorstellen van Bruno. Mooi gedaan. We hopen dat jullie veel succes hebben vanmiddag verder in het programma. Nou, het volgende paard dat staat al klaar. We gaan door met Lieke van Diepen en Sanne Laurensen. Ze gaan al aan ons voorstellen Bomba en dat is een 16-jarig paard. Lieke en Sanne, dat zijn eerstejaars studenten en ze komen uit voor het team Eenhoorn Power. Thank you.
Daarom, als ze de stonden, wat trek ik naartoe, maar ik zie nog niks. Ja.
ze komen naar deze kant? Of nee, zo. Ja hoor, volgens mij heeft het ook okay. Is het. Heel goed. Dit is van de manegepaas. Ja, van de manegepaas. Wist je ook in je auto was? Dus wij zijn het niet geprobeerd. Schuitje. Ja. Porsche. Nou, vertel jij allemaal tussen wat je ervan vindt. Ja? Nou, zeker er niks meer van. Nee, ik wel. Ja, wat vind je van de hout? Ja, zacht als je dat goed ja, die van Jos zijn er nog nieuw in als succes. Ja, ze waren precies beter. Nee, toch? Je kunt het gelijk zien wie leiding neemt en wie dan denkt, oh nee, ik wil het zeggen. Ja, dat is heel grappig. Ja, oké. Okay.
Ja. Maar wat is dit dan? Die oranje kwaliteit. Laat maar één houden. Oh, zo. Ja. Nog één bij je bij. Rug naar je stak. Twee. En het fundament? Ja, deze ook bij. Ja, de benen. Het fundament. Hoekvorm, reenvorm. Vertelen. Ja, vertelen zijn laatste golf. Ja? Het is al vrij normaal hoor. Ja. Zo, maar goed eigenlijk. Ja. En verder is het hart of de poos of. Ik heb van poos zeg maar dat ik nog eentje naar links heb. Ja. Ja. Nou. Ja, we zitten op het geval aan met voor. Ja, en dan. Ja. Ja, dat kan wel mooi zijn. Ja. Maar na de leeftijd en wat hij dan gedaan heeft, dan is het wel. Ja, dat is goed. Dat is zo. Ik heb zo de hoogte. Die school aan haar leerlingen gaan. Die nooit als voor de fouten. En jullie eigen presentatie in ons? Was je tevreden over met elkaar? Ja, dat is goed. Ja, oké. Had je nog iets wat beter had moeten van jezelf of dan opstellen? Ja, en zeg maar van stap naar draf. Ik zei wel al snel de draf en ik zat nog even in de stap. Ja, oké, dat je niet helemaal met elkaar. Ja. Oké. Okay. Nou, maar goed dat je dat dan nu ook van voor de volgende keer hetzelfde. Ja. Maar het was wel netjes, hoor. Ja. Heel goed. Ja? Goed. Okay. Nou, Lieke en Sanne, mooi commentaar weer gehad. Succes verder vandaag. En bedankt voor het opstellen van jullie paard Panda. Het volgende paard, dat staat alweer klaar. Ja, we gaan hier bij het Twentse Veld, bij de praktijkopleiding van het Zonecollege, de afdeling paardenhouderij, gaan we gewoon door. En het volgende paard wat hier zal worden voorgesteld, dat is Asserontie. Asserontie wordt voorgesteld door de eerstejaarsstudenten Muriel de Heer en Denise Groothuis.
scrollen hoor. Kunnen jullie zo goed genoeg zien hoe die staat of niet? Of wil je iets? Aan mijn voorhoofd staan. Je mag toch niet lopen? Ja. Ja. Okay.
Dan zijn ze allemaal ziek morgen. Want ze halen eerst even de jas in. Ja, ik zeg maar niet allemaal, maar ze zijn toch nog weer aan het spreken. Ja, dat is ook zo, want het is koud hoor. Ja. We doen heel even snel naar binnen, want dit paard hebben we al een keer gehad. Ja, een heetje luidje. Thank you.
van de grote, of zijn die heel laag in de kant? Wel hoog, ja. Van Muriel en Denise, toch mooi gedaan. Ja, het is moeilijk, het is het eerste jaar voor jullie, maar het ging prima. Succes verder. Ja, en het volgende paard, dat staat hier alweer in de piste. We kijken naar de 20-plus-jarige Monty. En die wordt aan ons voorgesteld door Jens Toenaar en Mirte Huiskes. Ze zijn tweedejaarsstudenten en ze komen uit voor het team My Little Pony. Nou, ook voor deze Jens en Mirte natuurlijk succes. Yeah.
opkomingen op. Thank you.
Nou, samenwerking lukt. Ja. Dus dat ging goed. Dankjewel. Nou, vertel eens even wat over. Geweld. Als het goed is, kun je zo het paard zien en dan kun je ons mooi vertellen wat jij van het paard vindt. Focus naar die dame. En hoezo is hij vierkant? Wat is vierkant? Oké. Waar was vier? Ja, de hals is wat warm gespierd en daar valt zijn hoofd dan iets meer op, denk ik. Ja. Kwaliteit van het beenwerk? Ja, van zijn leven vind ik het erg wel. Ja, ja, daar moet je wel echt bij meenemen. Ja, bij zo'n, ja. Mooi was dat hij even op de sporen was geweest. Ja, had er ietsje strakker geleken. Ja. We hebben hem voor de actie hier. Ben jij, zijn jullie het heerlijk? Ja, oké. Mm-hmm. En waarom is het? Ook, als het niet lukt, dan lukt het ook niet. Iets waar. Ja. En het presenteren van het paard, vond je dat leuk om te doen? Ja? Oké. Wat zeg je? Ja. En ook nog een keertje weer, of zeg je van, wow, zo leuk vond ik het ook niet? Volgend jaar. Okay. Ja. Mooi zo. Dat is goed. Nou, netjes verder. Goed zo. Ja. Nou, dankjewel Jens en Mirte voor het voorbrengen van Monty en het hele team My Little Pony natuurlijk. Veel succes verder vandaag. We krijgen nog twee teams. Het volgende paard dat is hier alweer in de bak. We gaan kijken naar Amber Assink en Fleur Leijsenaar en zij hebben bij zich Kaya. Kaya is een 13-jarige knecht. En Amber en Fleur, dat zijn tweedejaars studenten. We zijn hier met het team de Unicorns. Okay.
Nou, laat maar eens zien. Nou, nog eentje in de lijn. Ja. Ik denk dat die zo klaarstaan, hoop ik. Ja, hoop ik ook. Albi en Marlijne, die ken ik ook niet. De eerste, ja. Dat zijn Santo heb ik ook al niet gezien. Thank you.
Je mag hem ook er even bijhouden. Naar die dame lopen. Ik heb ze al gesproken. Oh, top. Ja. Maar we staan midden voor de kamer. Ik heb een kamer bij erbij, die breng ik door. Ja. En ik heb geruimd, Santo. Ja. Zo'n manier. Ja. Ja. Dus, klopt allemaal. Je moet alles niet aan mij kijken. En lachen. Nee, ja, dat. Oh, okay. Nou, je kent je eigen paard natuurlijk heel goed. En vertel er eens even wat over aan ons. Of samen. Er is weinig bespiering aan de bovenhals. Dat is iets eigenlijk van buitenaf dan, hè? Ja, je beoordeelt wel. Ja, ik moet ook wel bij je. Je neemt ze wel in mee. Ja. Wat vind je van de bovenlijn? Rug, lendenpartij, kruis. Gouden ligging. En dat loopt dan over in de schoft, wat vind je daarvan? Wat vind je verder van het B-werk? Nee, oké. Okay. En vind je het zo grof, ja, dat B-werk? Ja, ik
veel bot ziet, dan is het inderdaad iets krap, vooral in de sprongste richting een beetje krap. Het was een mooi project dat ik mee opgeschoren had. Dat lijkt het ook bij net iets strak of zo. Ja, dat scheelt best wel veel hoor. Ja. Kijk, dan maak je je eigen paard ook weer nog iets mooier om te laten zien aan een ander. Ja. Ja. En hoe was het om je eigen paard te laten zien aan ons? Om het voor te brengen? Ja, heel veel paard. Ik heb een liefdelijk paard in het. Maar dus je kan ook niet zeggen. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dat je niet alleen bent voor je eigen paard. Ja. 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 Okay. Het voorbrengen ging op zich wel met vrede uit. Ja. Ja. Ja, moet ik ook eens zeggen, hier is het wel. Voor mij is het gewoon mooi uit. Ja, je moet wel rennen, anders blijf je niet bij. Nee. Een beetje aan de conditie werken, dan valt het mee van. Ja, oké. Nou, maar verder was netjes hoor. Zonder meer. Ja. Helemaal goed. Oké, succes ermee. Nou, jullie kregen een mooi commentaar van de juryleden. Doe er wat mee, zou ik zeggen. En we wensen jullie nog heel veel succes. Gaan we nu kijken naar het laatste team. Dat zijn eerstejaars studenten. We gaan kijken naar Santo, een 11-jarige ruin, en die wordt voorgesteld door Gabi Vos en Marijne Geven. Jullie mogen het paard even overnemen. Mag ik hem even opstellen met de hoofd aan de andere kant?
Mocht je nog iets op kan maken om iets van haar te horen. Dit mocht je allemaal niet. Als je nu zo ver zijn als je jaar zijn, dat je op een neer staat. Dat je een stap kunt worden. En dan een eindje stap op de zijde. En dan heb je een heel veel energie. Wat jullie daar doen. Ja. Dank u wel. Eén pasje op doen, dat is de
Heel mensen die toch ietsjes achter. Nee, ik wou net zeggen, dit kan toch, ik doe half zeven kunnen maken. Ik begin met springen. Maar een kwartier is snowboard, mooi gepland, ja. Maar voor de pauze moet ik echt in maand verschijnen. En toen na, voor de pauze moet ik in maand verschijnen. Ja, je mag geen jas aan. Ja, ja. Nou, dat is beter, hè, jas aan. Ja. Nou, vertel eens even een goed verhaal over het paard. Oké. Okay. Ja. En over zijn exterieur, zijn model? Ik vind het wel een beetje van houding. Houding is goed. Ja, ik vind het wel een beetje van houding. Oké. En als je van voor naar achteren begint, vertel ons in het kort. Begin eens gewoon bij het hoofd. Als je. Hoofdhalsverbinding. Mooi, zwaar, licht. Okay. Ja. En de lengte van de hals dan? Ja. Komt hij diep uit de borst of is je veel gespierd, weinig gespierd? Niet super, maar niet deze. Ja, en mag er wat meer bespieren hier in de hoofd? En daar is hij wel wat zwaar. Ja, nou, we weten dat. Ja, die is wel zwaar. En de schouder. En de stampvolbeen. Gewoon een uurtje naar en naar grond beginnen. We hebben het eerst eigenlijk met de opening op de deur gehad. Weet ik wel, maar je weet zelf. Ja, maar je weet wel hoe het is. Iets naar binnen, hoe heet dat? Maar ik bedoel, in plaats van hoofd staat het poetsen. Sorry? Ja. Toon treden. En wat is het tegenovergestelde daarvan? Frans. Oh, het plaatje gaat. Ja, dat is zo moeilijk geworden. Ja? Ja, dat onthouden we. Ja, je hebt een Belgische vriend, hè? Dat is het nadeel, hè? Dat had je wel geweten. Ja, zie. Ja. Dan de schouder en de schop.
ben nu van de hoogte van de schoft en de lengte van de schoft. Nee, nou, wel heel erg stond. Ja, waarom deed dit niemand dichter? Ja, jullie waren er bezig. Wij wisten dat niet op welke manier komen. Toen was het schild, dan stond hij van het vloer. Ja, maar dat dan moet ook, hè? Ja. Anders kun je het helemaal niet. Nee. Langs de spier. Dat is gewoon. Vanavond met springen, dat gaat toch allemaal snel. Geen allemaal iets makkelijker. Ja, maar dan zijn die duur nog lang. Ik sta gewoon eigenlijk meer naar het woord kijken. Nou ja, ik vind het helemaal niet zeggen. Nee, dat is ook een doel. Ik heb het ook twee weken ook nooit gedaan. Ja. Ja, moet ik doen. Maar nog iets. Ja. Anders is het ook. Nee, daarom. Ik heb een paar jaar gezegd vanuit Enschede, praktijklocatie. Dat is leeg. Twee positie. Zo, en straks. Ja. Klein beetje week en hier is iets weinig bestiering zo. En dan het belangrijkste van het paal, het fundament waar die op loopt. Wat vinden jullie daarvan? Wat zijn punten die opvallen? Wat vind je er raar aan? Van de hoek zeg. Ja, het staat een beetje schuin. Eén of allebei. Ja, het is zo'n raar knikken in de stand, dat hij zo stil staat op de stand, wat heeft hij dan? Dat valt eigenlijk wel heel duidelijk op. En links voor niet? Ja, wel, beide, hè? Ja. En als hij dan in beweging is, dan valt het eigenlijk niet zo op. De stand heeft hij dat wel. Ja. En het voorbeen qua. Kun je daar nog iets van vertellen? Is dat fijn of... Vind je het grof, ja? Ja, nee, het is fijn. Het is eigenlijk iets ingesnoerd voor. En weet je wat het is of niet? Ingesnoerd? Nee, dit is leuk. Ja, deze is wel mooi. Ja, ze hebben dan natuurlijk deze kant. En het rechts zit weer aan de kant. Ja, dat is dat. Je hebt hier dan. Hier, dat is dan de pijp. Dat loopt in die knie. KVM Marijnen, dankjewel voor het voorstellen van Santo. Alles. En we wensen jullie verder vandaag succes. Die praat daar. Nou, mensen, dit was dus het laatste team. We gaan afsluiten, maar dat doen we dus zeker niet zonder onze juryleden. Hester, Komara en Bart Blauwgeers namens het Zonnecollege. Heel hartelijk te bedanken voor jullie aanwezigheid hier vanmiddag. Dankjewel voor jullie deskundig advies. En we hopen natuurlijk dat de studenten er iets van hebben opgestoken. Dankjewel namens het Zonnecollege. Vanaf deze hal gaan we afsluiten om 6:30. Dan gaan we verder vanuit de springhal. Want dan gaan onze studenten dus een parcours springen. Nou, in die tussentijd zijn ze nog bezig met een kennisquiz. Voor hier zit het erop. We spreken elkaar om 6:30 weer. Graag tot dan.